Dus we hebben drie soorten schulden. Die zijn opgebouwd, 4 miljard, ongeveer 4 miljard in totaal. Eén is wat we noemen de multilaterale schulden aan instellingen, IMF, Wereldbank, de IDB, de Caribbean Development Bank. Die moeten we betalen. Daar kan je niet herstructureren. Dus dat portfolio, helaas, dat moeten we elke maand betalen en dat gebeurt ook. Tweede portie is de binnenlandse schuld, ook aan de centrale bank. Maar ook aan bedrijven die diensten hebben geleverd. Dat was een behoorlijk bedrag, bijna $1 miljard. Die hebben we langzaam ingelopen. En daarom zie je dat onze schuldenlast verminderd is naar 3,2 miljard, van 4 naar 3,2. Ja, je kan ook zeggen dat je het geld voor andere dingen kunnen gebruiken. Maar we moeten de mensen die diensten hebben geleverd betalen. Dus dat is ook gebeurd. Dus dat is de binnenlandse schuld. Dan heb je de officiële crediteuren. Dat zijn crediteuren. Met bilaterale relaties, zoals met China, met India. En we hebben ook in Europa een aantal gehad, met Nederland, Italië, Israël en Zweden. Met hun hebben we via de Paris Club uitonderhandeld, een schuldherschikking, en dat wordt nu uitgevoerd. Dan de laatste is de commerciële crediteuren, de bondholders van Oppenheimer. Dat was een bedrag van, als ik het goed heb, 675 miljoen. Dat is ondertussen opgelopen naar 800 miljoen vanwege rentes. Die moeten we terugbetalen. We zijn ook bezig dat in orde te brengen. Ik hoop dat we binnen 2 maanden, ik hoop dat we binnen 2 maanden tot een oplossing komen. We komen dichter bij elkaar in termen van het renteniveau, de looptijd, de garanties enzovoorts. Kijk, mensen willen hun geld terug hebben. Even, mag ik even inhaken? U zegt renteniveau met Oppenheimer bondholders. Ook. We Gaan ze onderhandelen dat. haircut geven of? Ze gaan sowieso een haircut moeten nemen, maar ook het renteniveau terugbrengen naar acceptabele percentage. Op Gaan dit ze moment, akkoord daarmee? dat is een onderhandeling.